Dames en heren, eindelijk mag ik het weer zeggen. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van F1 22 My Team Career Mode. Ik weet het heeft een tijdje geduurd, het heeft een aantal redenen gehad. Allereerst heb ik heerlijk genoten van een welverdiende vakantie. Al zeg ik het zelf. Daarbij wilde ik eigenlijk gedurende die vakantie wel blijven uploaden, maar crashte mijn PC. Ongeveer zeg maar een week voordat ik op vakantie ging. Maar nu is eindelijk alles weer gefixt. Gelukkig ben ik de save file niet kwijtgeraakt. Dan kunnen we eindelijk weer gaan spelen. We zijn aanbeland in Azerbeidzjan. En voor we het hierover gaan hebben, even kort. Afgelopen weekend was de Grand Prix van Nederland. Dat is ook de reden dat nu pas deze video verschijnt. Want ik heb een fantastisch weekend gehad. Ik wil de racefans die dit kijken niet jaloers maken. Maar met dank aan Red Bull Racing was ik donderdag uitgenodigd bij een heel exclusief diner. Waar onder meer Gasly en Tsunoda aanwezig waren. Ook Helmut Marko en Christian Horner, waar ik zelfs naast zat aan tafel. Waren daar aanwezig. Een aantal hele mooie verhalen gehoord. Inspirerende verhalen, leerzame verhalen. Ik gewoon oprecht geweldig om met deze mensen te kunnen spreken. Vrijdag was het tijd voor de eerste dag op het circuit. Daar heb ik nog een pitlane tour gehad. Heel veel dichterbij dan dat kun je natuurlijk haast niet komen. Dacht ik. Totdat ik zondagochtend zelfs in de garagebox mocht. Van AlphaTauri. Helaas mocht ik daar niet filmen, want de hele auto lag open. Dus dan kun je allemaal geheime informatie de wereld in helpen. Dus oké, ik kan het je niet laten zien, maar geloof mij, het was rete vet. En dan natuurlijk als klap op de vuurpijl die overwinning van Max. Geweldig raceweekend gehad en nu is het tijd dus om zelf weer te gaan racen. Ik geef jullie een kleine update, aangezien het natuurlijk een tijdje geleden is. We staan op dit moment 12e met 7 punten. En dat is ook het aantal punten wat wij als bankzitters racing hebben binnengehaald. Op de 8e plek staan we bij de constructeurs. Onze teamgenoot natuurlijk Enzo Fittipaldi is nog puntloos. We hebben een update ontvangen vanuit de leverancier. De algemene slijtage is daarmee iets meer verbeterd. Verder zit de duurzaamheid, aandrijflijn en chassisafdeling helemaal vol met de updates die lopen. We krijgen er veel binnen deze week. Maar voor de aerodynamica is er nog wat ruimte. En ik besluit een kleine upgrade te doen aan de diffuser. Wat mijn downforce aan de achterkant gaat verbeteren met 30% faalkans. Kan die wel binnenkomen voor Canada, de volgende Grand Prix. En vervolgens gaan we ook nog voor 1,5 miljoen de bouwtijd wat versnellen op de chassisafdeling. Waardoor dat upgrades 20% sneller binnenkomen. Dus dat is een behoorlijke stap. Dan is de vraag, gaat er veel binnenkomen? Allereerst de plaatsing van de energieopslagcellen. Die is binnen. Dat betekent een upgrade aan het chassis. Geeft ook weer nieuwe, speelt ook een nieuwe upgrade vrij. Kunnen een grote upgrade doen. Die is dan wel pas voor Oostenrijk. 30% faalkans weliswaar. Twijfel, we kunnen denk ik beter even wachten tot de chassisafdeling geüpgrade is. Duurt die in plaats van, wat is het, meer dan 30 dagen. Waarschijnlijk een week minder. Een beetje geluk is hij er dan zelfs nog voor Engeland. We gaan even kijken. We houden dat even on hold. Nu is de chassisfaciliteit geüpgrade. En dan vraag ik me af, ik hem nu doe. Kijk, dan is hij dus voor de Grand Prix van het Verenigd Koninkrijk binnen. Ook nog eens de faalkans met 1% gedaald. Dus dat betekent een grote upgrade. Die ook nog eens voor Engeland binnen is. En dat moet echt, want qua chassis zijn we rete slecht. Dus die gaan we doen. Hopelijk lukt die in 24 dagen. Dan kan er nu nog een upgrade binnenkomen. Die komt ook aan het motorblok, aan de aandrijflijn. En als laatste de vleugelspiegels. En die lukt ook. Dat betekent 3 upgrades die we mee gaan nemen richting Azerbeidzjan. Dat is erg lekker. Hebben we een stap gemaakt en zijn we over AlphaTauri heen gegaan, denk ik dan zo, hè, als ik het zo zie. Stonden ongeveer gelijk. We kruipen nu een beetje richting Haas, Alpine en Alfa Romeo. Bovenin blijft het spannend. Ferrari blijft de beste. Red Bull en Mercedes naderen elkaar. Niet geheel realistisch volgens hoe het in het echt nu gaat, maar goed. Azerbeidzjan is vaak een circuit wat mij wel ligt. Dus ik heb alle vertrouwen dit weekend. Ja, en dat begint natuurlijk altijd met het trainen. En ik zet de opname iets te laat aan. Maar goed nieuws, alle trainingen zijn gehaald. Dus alle kortingen zijn binnen. En het maximaal aantal resource points, middelenpunten, is ook bijgeschreven op mijn account. Om volgende aflevering weer wat heerlijke upgrades te kunnen maken aan onze auto. Die inmiddels onderweg is op het Abu Dhabi Street Circuit door door de eerste sector, de eerste twee bochten. Dan natuurlijk dat lange rechte stuk. En dat is eigenlijk dan al snel de plek waar je het verschil vooral kan maken. Een goede exit uit bocht 2 is belangrijk op dat rechte stuk. Het is natuurlijk een circuit met hele lange rechte stukken. En mijn allereerste ronde is niet foutloos. Ik mis wat apexen. Daar, hier en daar pak ik wat te veel curb. Het is sowieso iets veranderd met het aantal curbs dat je kunt nemen en welke je wel en niet kan pakken. Maar uiteindelijk zetten we onze eerste rondetijd neer. Is een 1.42.9. En dat weet ik wel, dit kan nog sneller. Maar een nadeel aan Baku is dat het eigenlijk niet echt te doen is om meerdere runs op één band te zetten. Ook al doe je een cooldown lap, dat gaat er gewoon echt niet worden omdat de bandenslijtage
ja, ik vind best wel snel is, maar ik weet niet of de bandensluitage, of dat aan mijn setup ligt of aan iets anders, want ik had er heel dit weekend wel moeite mee. Maar het is natuurlijk ook gewoon een knijterlang circuit, wat ja, dus 1 minuut 44 bijna duurt, 1 minuut 43. Dus je kunt het natuurlijk niet echt vergelijken met hoeveel procent je verliest op een rondje Oostenrijk, want dat baantje is gewoon veel korter. Dus misschien dat het verhoudingsgewijs wel meevalt, maar ik was echt elke keer op de softs oprecht zo 7-8% bandenslijtage per rondje. Wat wel echt heel erg veel is hoor, maar ja, daardoor was het echt niet mogelijk om nog een run te doen. Op andere circuits kan dat vaak wel. Natuurlijk als je echt een perfecte ronde rijdt, dan kun je met oude banden nooit meer verbeteren. Maar het niveau waar ik op zit is dat prima mogelijk, omdat ik nooit echt het perfecte rondje neer kan zetten. Dus daar is vaak veel te winnen. Niet zozeer op alleen de banden. Als we dan naar een 1.42.6 gaan. En dat is genoeg om ons te kwalificeren voor Q2. Onze teamgenoot Fittipaldi haalt het niet. Het is bijna 16e langzamer dan wat wij zijn. En dat laat dus wel zien dat we op zich, voor de auto die we hebben, gewoon goede pace rijden. Dat dus ook het niveau gewoon prima staat. Of dat we eigenlijk iets overpresteren. Maar we doen het stukken beter in ieder geval dan onze teamgenoot in kwalificatie. En sowieso, vaak heb ik juist het idee dat ik op race pace beter ben. Maar hier had ik uiteindelijk misschien wel het idee dat juist mijn kwalificatie pace heel goed was. Maar dat was ook mede door die bandenslijtage. En sowieso op de softs reageerde mijn auto gewoon goed. Als ik instuurde, stuurde ik in. En dan ging ik ook echt daadwerkelijk die kant op. Ik kan je wel vast verklappen, op de hards en de mediums ging het allemaal een stukje slechter. Maar daar pas in de race meer over. Als we hier uiteindelijk een rondetijd van 1.42.7 neerzetten. En dat is dus trager dan mijn tijd uit Q1. In Q1 reed ik een 1.42.6. Dus ik ben een tiende langzamer. Wat best wel bijzonder is. Aan de andere kant gebeurt het me dit jaar wel vaker. Dat Q2 slechter gaat dan Q1. Geen idee hoe dat precies komt. Je ziet hier wel gelijk in bocht 1 pak ik 3,5 tiende op mijn vorige tijd. Maar dan bocht 2, dat fok ik dan weer net op, weet je wel. Dat is dan net zonde. Bocht 1 durfde ik wat later aan te remmen. Dan probeer ik dat in bocht 2 ook. Maar had ik gewoon niet moeten doen wat ik zei. Je trekt hem heel dat rechte stuk mee. En in één klap verlies je weer 2 tiende. Uiteindelijk hier door de kasteelsectie heen. Waar je altijd wel wat tijd kan pakken. Of juist heel veel verliezen. Net maar hoeveel risico je durft en kan nemen. Uiteindelijk heb ik hier een klein momentje overstuur. En als je dan naar de delta kijkt, ga ik zo van 2,5 tiende onder mijn eigen tijd naar nog maar iets meer dan een tiende onder mijn eigen tijd. En verlies ik dus veel. Maar dan vervolgens gaat het aanremmen bocht 15 helemaal mis. En ja, dan is het gedurende het hele rechte stuk ook nog niet eens een hele goede exit. Waar ik dus op dat hele lange rechte stuk ook nog eens constant tijd blijf verliezen. En daardoor mijn tweede run in Q2 langzamer is dan mijn eerste. En mijn eerste run was weer langzamer dan mijn tweede run uit Q1. Kun je nog volgen? Waarschijnlijk niet. Conclusie is, slechte Q2. En dan weet je het automatisch. Dan kwalificeer je jezelf als 16e. Ik denk oprecht dat P14 erin had gezeten met gewoon een fatsoenlijk rondje. Maar helaas weet ik het niet aan elkaar te knopen. Goedemiddag en welkom in Baku. Dit was de arena, als je terugdenkt aan 2017, van een van de meest bewogen races uit de moderne geschiedenis. Met controverse achter de safety car, inhaalmanoeuvres in de laatste seconde en een historisch podium voor Williams en Lance Stroll. Laten we gaan kijken wat ons dit jaar te wachten staat. Het is tijd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ja, en dan gaan wij onze strategie weer omgooien. Iedereen, maar dan ook werkelijk, iedereen doet medium hard. Dus ik dacht, weet je wat we doen? We doen hard medium. Waarom? Ik wil gewoon anders zijn dan anderen. Hopen op een late safety car, waardoor ik een redelijk gratis stop kan maken, wat de rest dan niet kan. Dat zijn een beetje de dingen waar je op hoopt. Plus, je hebt dan je formation lap om je banden op te warmen, in plaats van dat je de pitstraat uitkomt op die hard. Want je ziet al, ze zijn echt ijskoud. Natuurlijk mag je nog maar maximaal opwarmen tot en met 70 graden. Dus ja, dit eerste rondje op de hard, misschien wel 2 rondjes, is echt drama. En nu kon ik ze in ieder geval tijdens de warming-up lap op warmen. Maar wat heel raar is, kijk, ik doe hier nog een paar burn-outjes om de achterwielen op te warmen. Maar dan zie je dat andere auto's op de grid gewoon mij inhalen. Maar waarom is dat? Dit mag volgens mij in het echt helemaal niet. Maar alsof ik te langzaam overdoe ofzo. Maar je wordt ook een ghost, dus je kunt gewoon door elkaar heen rijden. Dat is echt tering raar. Maar uiteindelijk ben ik daar zo door afgeleid dat ik, ja, mijn banden totaal eigenlijk niet op temperatuur heb. En dit is een probleem wat eigenlijk al het hele weekend meespeelde. Op de softs die kreeg ik wel redelijk op temperatuur, maar de medium en hards, ik heb geen idee. Want mijn slijtage was heel hoog, maar mijn temperaturen bleven heel laag. Dus daardoor wist ik al bij de start met voorbanden van slechts 77 en 78 graden. Dit wordt dramatisch en ik kom ook heel slecht van de lijn af. Ben gelijk al een positie kwijt aan Mick Schumacher. En aanremmen was, nou, een soort dancing on ice. Ik remde wel, maar de auto remde half maar af. Ja, logisch, want ik had maar heel weinig grip. Dus ik ging extra voorzichtig. Uiteindelijk dacht ik hier nog van, ai,
Ik heb geen positie verloren, dus dan heb ik het best goed gedaan. Maar nul tractie uit bocht 2, dit rechte stuk op. En wat ik zei, ik moest heel voorzichtig aanremmen, dus eigenlijk veel te vroeg. En dan remt Schumacher me heel makkelijk uit en verlies ik dus uiteindelijk één plekje bij de start. Waar ik dus oprecht nog best wel tevreden over was. Zeker wetende, ik rijd nu op de hards, zij op de mediums. Straks gaat dat omdraaien. Zitten zij op die hards, zit ik op die mediums. Maar ja, het probleem bleef wel dat ik ze niet op temperatuur kreeg. En dat wist ik wel van, oké, dat gaat wel meespelen. Dat gaat ook wel problemen opleveren met je grip. Maar ik heb geen idee hoe het kan. Ik weet wel dat in mijn vakantie er twee patches zijn geweest aan de game. Dus misschien er is ook iets veranderd met bandendruk, weet ik. Maar ik weet niet wat. En dit was natuurlijk, ik ging gewoon weer racen de eerste keer. Ik dacht, nou let's fucking go, we zien het wel. Daar kwam toch wel van de koude kermis thuis. Want ik had zeker in die eerste ronde heel veel moeite. Ik snijd daar bijna nog mijn eigen band open aan de voorvleugel van mijn teamgenoot. Dat ging allemaal maar net goed. Fittipaldi verliest hier dan eigenlijk een positie, of nou ja, niet, maar zit hier nog achter Albon. Maar wat hier dan wel mooi is, Albon probeert mij ook aan te vallen om mijn tweede plek af te pakken bij de start. Maar ik ga dan heel wijd hier door de chicane heen en daardoor kan Fittipaldi meesteken en pakt dan de positie terug van Alexander Albon. Als we hier nogmaals de start meekijken over de auto van Mick Schumacher, die dus veel beter weg is, dan kom ik hier nog wel even aan de binnenkant, omdat daar een heel groot gat valt. Ik ga met drie wijd, dat proberen ook de twee Alfa Tauri's voor ons. Het ging prima. En uiteindelijk komen we er ook goed doorheen. Zien we hier Albon aan de binnenkant. Die kwam vanaf plek 21 volgens mij. Schuift hier al op. Nou, even tijdelijk zelfs. Even komt hij snoepen op plek 17. Uiteindelijk wordt het plek 18. Dan gaat hij met Mick mee richting mij. Mick die dan dus aan de binnenkant zit richting bocht nummer 3. En mij er daar uitremt. En dus de positie pakt. Die ziet echt, hij remt gewoon veel later dan ik. En komt hij zelfs nog aan de binnenkant van Ocon. Redelijke divebom. Ocon kon niet naar de apex sturen. En als we hier dan meekijken over de auto van mijn teamgenoot, zien we dus dat Albon hier aan mijn binnenkant zit. Daar is eigenlijk te weinig ruimte. Je kunt daar in bocht 4 ook helemaal niet inhalen. Maar goed, Albon probeert het wel. Dan zit ik hier aan zijn binnenkant. Ga ik er wat diep in, waardoor dat Albon nog dieper moet. En waardoor Fittipaldi heel makkelijk de positie kan overnemen. En zo schuift mijn teamgenoot wel een plekje op. Hier zien we nogmaals vanuit mijn auto dat die Albon daar over de curb heen komt gestuiterd. Daar is maar plek voor 1 in bocht 4. Je kunt daar niet zij en zij doorheen. Maar goed, dan ga ik hier dus veel te diep. Ook omdat mijn banden dus gewoon oprecht nog te koud zijn. En ik weet van, dit is mijn rempunt. Maar je moet nu dus een heel stuk eerder remmen. Nou, dat deed ik nu niet. Maar daardoor kan dus wel Fittipaldi mee. En zo win ik eigenlijk een positie voor mijn teamgenoot. Wat dan wel weer mooi is. En die komt dan voor Albon terecht. En zo heeft Fittipaldi nog wel een aardige start. Hier ram ik bijna de muur van het kasteel. Omdat ik dus zoveel moeite had met mijn auto in controle houden. En eigenlijk zie je dat die 80 graden, wat op zich wel een normaal operating window is voor je banden, dat is een beetje waarin ik blijf steken. Terwijl dat je eigenlijk normaal wel iets hoger richting de 90 wil gaan zelfs. Ja, kijk, ondanks dat 80 is wel chill. Als je remt, dan rem je in ieder geval. Niet zoals eerst dat je een soort van Dancing on Ice doorskate. Maar echt ideaal is het ook weer niet. Het grote voordeel is wel dat Ocon, Guan Yu Zhou en Schumacher hier voor mij aan het vechten zijn. Waardoor ik wel kan aanhaken in de beginfase. Terwijl dat je hier rechts in beeld trouwens ziet, die ongelooflijke slijtage, wat ik al aangaf. Ik snap er niks van. Kijk, dat dit op softbanden gebeurde, oké. Maar nu zelfs mijn harde banden die in één rondje al 7% verliezen. Dat kan niet goed zijn. Daar gaat gewoon echt iets mis. Dus geen idee. Misschien heeft iemand tips. Laat ze dan even achter in de comments. En wellicht doe ik daar iets mee. Of niet. Maar liever wel. Want ik heb het nodig. Guan Yu Zhou, die overigens een dramatische eerste fase van de race kende, startte als 13e. En is hier nu al aan het terugzakken richting plek 15. Als hier Ocon, Schumacher en Zhou drie wijd gaan door bocht nummer 3. Over dingen die niet passen gesproken hier in de straten van Baku. Gaan ze ook zij en zij door bocht 4. Dat is waar bij mij met Albon met misging. Je ziet ook Ocon daar zijn achterkant bijna verliezen. Omdat hij natuurlijk heel dicht bij Schumacher hier, zoals je kunt zien, tegen de muur aan drukt. Ik raak met mijn voorvleugel nog Guan Yu Zhou, omdat rempunten liggen toch net wat anders op het moment dat je in zo'n rijtje ligt. Dan ga ik hier buitenom bij Zhou, die geeft mij dan de ruimte aan de binnenkant van bocht 6. En zo haal ik hem ook in en valt hij terug naar plek nummer 17. Hij startte dus als 13e, is nu al 4 plekken verloren. En inmiddels is Schumacher ook Esteban Ocon voorbij. En zo gebeuren er hier in het achterveld best leuke dingen in die eerste twee rondes. Kunnen wij uiteindelijk toch nog netto op positie blijven, laten we het zo zeggen. We hebben positie verloren en Schumacher maar gewonnen ten opzichte van Zhou. Dat is in principe, kan ik daar best blij mee zijn om mijn harde band. Waar je overigens echt makkelijk deze bocht kan afsnijden. En op een manier nooit een tracklimit voor krijgt.
Althans, ik niet. Als we inmiddels in rondje 5 zitten en ik de aansluiting met Ocon en Schumacher een beetje begin te verliezen. Maar dan is hier eerst geel, dan toch weer een groene vlag. En dan hier weer een gele vlag. En dan komt inderdaad de melding, Fernando Alonso is uit de sessie. Wat betekent dat wij gratis positietje pakken richting P15. Omdat daar links zojuist de auto, de Alpine, van Alonso geparkeerd stond. Helaas was het niet genoeg voor een safety car of iets. Het is altijd leuk toch als dat gebeurt, weet je wel, er gebeurt er iets. Als we dan inmiddels in rondje 6 zitten, Fittipaldi die ook Joe voorbij is. Dus Joe inmiddels al 4 plekken verloren. Volgens mij start als 13e. Maar wij inmiddels helemaal de aansluiting met Ocon en Schumacher verloren zijn. Als we dan inmiddels zien dat het ergens anders op de baan wel wat spannender is. Althans, Valtteri Bottas verremt zich hier in de strijd om P7. Waardoor dat Russell die plek makkelijk kan pakken van de teamgenoot van Joe. Die dus terug is gevallen van plek 13 naar plek 17. Dat is echt niet best voor de jonge Chinees. Als wij inmiddels in rondje 8 zitten en wat ik zeg, ik bleef gewoon elke ronde oprecht een seconde of meer verliezen op Ocon en Schumacher. Maar inmiddels ben ik wel aan het uitbouwen ten opzichte van Fittipaldi en Guan Yu Zhou. Dat gat is inmiddels al 4 seconden. Wat ik zei, ondanks dat ik nu op de 15e plek rij, ik doe mijn auto wel eer aan. Als in, ik rij wel gewoon een niveau wat mijn auto zou moeten kunnen, want ik ben net wat beter dan mijn teamgenoot. Maar aan de andere kant ook wel weer heel veel slechter dan de auto's voor ons. Dat gat is toch nog best wel groot richting de Haas en de Alpine. Als je ziet dat mijn bandenslijtage, wederom wat ik al zei, echt dramatisch is. Na 11 rondjes zit ik al op 43% op mijn rechterachterband, terwijl dat ik op de hards rij. Als het dan in rondje 12 voor de eerste, of ingaan rondje 12, voor de eerste mensen tijd is voor een pitstop. En wat ik al zei, iedereen is gestart, behalve ik, op de mediums. En je ziet dus eigenlijk iedereen van de mediums naar de hards gaan. Zo ook hier bijvoorbeeld Valtteri Bottas, George Russell, Daniel Ricciardo en ook hier Kevin Magnussen naar de hards en eigenlijk het hele veld. Het ene deel ging tussen rondje 11 en 12, die zien we nu. En de rest zal tussen rondje 12 en 13 gaan als ook hier Lance Stroll zijn pitstop maakt samen met een van de Williamsen. En iedereen gaat naar die hards toe en iedereen gaat drama krijgen in de allereerste outlap. Ook mijn teamgenoot Fittipaldi naar binnen, hij ook naar de hards. En wat ik zei, het was echt dramatisch voor hun om überhaupt die outlap te rijden. Als het mooie geval wel zo is, Ricciardo ging naar binnen tegelijk met Bottas. En hij zat erachter voor zijn pitstop, maar hij heeft hem in de pitstraat ingehaald. Dus de stop van Valtteri Bottas was niet perfect. En daardoor kom ik precies tussen hun in uit. En dit is wat ik zei, koude banden, Ricciardo verremt zich. Ik rijd daar bijna mijn voorvleugel kapot, omdat ik het niet verwacht. Maar uiteindelijk weet ik wel op, in ieder geval banden die wel op temperatuur zijn, Ricciardo te pakken buitenom richting bocht nummer 3. Hier zien we Bottas nog, daar kwam ik dus net voor terecht, omdat hij dus een hele slechte pitstop had. Want hij zat nog voor Ricciardo, voor de pitstops, maar nu er dus achter. We gaan er nu even voorbij, maar ja, is natuurlijk maar tijdelijk. Deze mannen lagen dus al een pitstop afstand op ons voor. Ongeveer ergens in de 20 seconden, verlies je vaak tijdens een pitstop. En zij zaten dus nu al, ze waren P9 en 10 uit mijn hoofd, of P8 en 9. En zij zaten dus al een volledige pitstop voor mij in 12 rondjes. Dan zie je wel dat mijn pace ten opzichte van hun heel ver te zoeken was. Maar goed, we halen Ricciardo heel even in voor korte duur. Rondje later gaat ook Esteban Ocon naar binnen. Dat was natuurlijk de man die voor de pitstop 10 seconden voor mij zat. Met hem ook Mick Schumacher binnen, die daar natuurlijk voor zat. Zij zaten met z'n tweeën, waren zij aan het battelen eigenlijk om de positie voor mij. En dat is een beetje wat wij kunnen kijken. Waar komen zij terecht? Fittipaldi was natuurlijk al gestopt. En je ziet dat Fittipaldi 15 seconden achter Schumacher en Ocon zit. Wat betekent dat Fittipaldi dus eigenlijk niks heeft gewonnen of verloren tijdens de pitstops. Want ja, dat gat was al zo voor de pitstops. Niks verloren, dat is positief, maar niks gewonnen, dat is dan wel weer jammer. Als je ziet dat Schumacher wel een positie heeft gewonnen, want die heeft dus zijn teamgenoot Magnussen, die we een rondje eerder naar binnen zagen gaan, geoverkut. Want dat is natuurlijk, omdat die outlaps zo moeilijk zijn op de harde band, omdat ze nog koud zijn en daardoor super traag, is het zo dat je heel makkelijk kan overkutten. Wat ik eigenlijk ook op dit moment aan het doen ben. Zij rijden een trage ronde als outlap en ik heb nog maar mijn banden die wel op temperatuur zijn in mijn inlaps. En wellicht kan ik daar een overkut mee plaatsen. En dan zien we ook nog dat Vettel aan de battle is met Albon en Guan Yu Zhou inmiddels helemaal is teruggevallen naar achter. Als ik nog een paar rondjes door moet op die hards. Wat wel een beetje jammer is, want die overcut werkt. 1 rondje, misschien 2. Maar daarna zijn hun banden natuurlijk ook op temperatuur. En dan hebben zij gewoon vele versere banden. Als in zij hebben nu banden van 2 rondjes oud en mijne zijn 12. Dus ja, je snapt wel. Dan zijn die van hun in één keer wel mega. Dus ja, de overcut heeft misschien even gewerkt. Maar aangezien ik nog 3, 4 rondjes extra door moest. 2 rondjes extra, zeg maar.
ja, kan het ook wel zo zijn dat het daarna weer averechts werkt en je eigenlijk alles wat je inloopt weer verliest. Leuk om te zien, Ricciardo ging me heel makkelijk voorbij op het rechte stuk met zijn nieuwere banden, maar Bottas, die heeft gewoon minder straight line speed dan wat wij hebben. Misschien komt het door de downforce die hij rijdt, misschien komt het door de Ferrari motor ten opzichte van mijn motor, maar ja, één ding is zeker, hij komt me niet voorbij op het rechte stuk en dat vond ik dan grappig. Ingaan rondje 15 ga ik mijn pitstop maken, wat ik zei dus, 3 à 4 rondjes nadat eigenlijk de rest van het veld het deed. Maar ik moest natuurlijk naar de mediums, dus ik moest ook voorzichtig doen, want die moesten wat langer mee. Als je inmiddels ziet dat mijn achterbanden al over de 50% zijn na 14 rondjes racen, dus het werd ook al echt tijd voor die pitstop. Bottas kwam er gewoon nog steeds niet voorbij. Dit ging allemaal net goed. Het ingaan van de pitstraat, uiteindelijk was hij best wel geneeld, eerlijk is eerlijk. Het was best wel prima. Tijd voor de pitstops van de hards naar de mediums. 1 rondje eerder dan eigenlijk gepland. We hebben een optimale instuurmoment, wat betekent de pitstop tussen de 2,2 en 2,5 seconden. Tenzij... Oké, we had an issue attaching the left rear wheel. I know it's not ideal, but let's try and put that behind us now and get back into this race. That was our last stop. No more scheduled pitstops. Ja, we verliezen dus 2,3 seconden extra in de pitstop. En ik vergat even dat daarna heel snel de bocht linksaf kwam. Waardoor dat ik ook nog even over de witte lijn heen ging. Normaal zou je hier een straf voor krijgen volgens mij. Maar goed, in de game niet. Dus nou, hulde aan dat. Overigens zei mijn engineer dat linksachter een probleem was. Maar als ik zo de herhaling zie, was het rechtsachter waar het probleem zat. Maar goed, 2,5 seconden verlies je daarmee. En dan heb ik nog net geluk dat ik pal voor de deur van mijn teamgenoot Fittipaldi terecht kom. Want anders had ik er dus 2,5 seconden voor gezeten. Maar het had zomaar ook af kunnen lopen dat ik erachter was beland. En dan was het helemaal ruk geweest. Want ik heb natuurlijk nu verse mediums, terwijl dat zij hards hebben. Dus in principe zou mijn pace nu wel een stuk beter moeten zijn. Aangezien ik op andere banden rij, op betere banden rij en op nieuwere banden. Weliswaar zijn mijne wel nog natuurlijk niet helemaal op temperatuur. En die van hun wel. Dus Fittipaldi probeert me nog aan te vallen aan het begin. Maar uiteindelijk kan ik vrij makkelijk een gat slaan richting die mannen. Zo gezegd, ik dus op de medium, zij op de hards, ik op nieuwere banden. Dus als ze eenmaal op temperatuur zijn, ligt mijn pace wel hoger dan die van mijn teamgenoot. Maar het gat richting Ocon en Magnussen, mede door die pitstop van die 2,5 seconden extra duurde, inmiddels 16 seconden. En je ziet wel dat ik hem iets inloop. Maar na ja, niet eens zo heel veel rondjes. Mijn banden gingen er weer best snel aan. Zeker achter. Ondanks dat bleef ik wel wat inlopen. Het blijft ongeveer 16 seconden. Vanaf dit moment begon ik iets meer te pushen. En ging het wel iets harder. Maar echt, ja, verschil maken ging niet. En ik was eerst nog bang van, ja, wat nou als ik er net 2,5 seconden achter finish. Dan zit ik er echt kapot, weet je wel. Want dan lag ik dus aan die pitstop. Maar daar hoef ik me echt niet, geen zorgen om te maken. Kijk, inmiddels het gat nu wel onder de 15 seconden of rond de 15 seconden. Maar het kabbelde een beetje op en af. En ik liep wel iets in. Maar ja, in 5 rondjes tijd 2 seconden. Ja, dan ga je nooit natuurlijk meer die 15 seconden dichtrijden. Dus uiteindelijk moest ik wel gewoon concluderen dat ik niet de pace had om met het middenveld mee te gaan. En dat P15 met een uitvaller in de vorm van Alonso eigenlijk wel het hoogst haalbare was voor mij. Achter mij werd er wel nog gestreden. Fittipaldi met allebei de Aston Martins. Hier is hij in gevecht met onze grote vriend. Ja, wie is het? Het is Lance Stroll. Ja, hij is in gevecht met Lance Stroll en dat is altijd zo mooi. Hij aan het wettelen met Lance Stroll voor positie. En wie komt er dan binnendoor? Natuurlijk Sebastian Vettel. Waar twee vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Vettel pakt in één klap twee posities en schuift dan op naar plek 16 en pakt dus de positie van mijn teamgenoot af. Maar die weet zich wel te verdedigen ten opzichte van Stroll. Dus niet ten opzichte van Vettel. En dan zijn we inmiddels in de laatste ronde. Is het gat ten opzichte van Ocon 14,5 seconden. Oftewel kansloze missie om daarmee bij te blijven. Magnussen daar ook nog dik voor. De Haas en Alpine gewoon verreweg nog veel te goed voor ons. Het enige gekke daaraan is, qua performance zouden wij beter moeten zijn, de auto, dan de Alfa Tauri. Maar toch rijden beide coureurs, Gasly en Tsunoda, in dat groepje met Magnussen, Schumacher en Ocon. Die rijden daar eigenlijk allemaal bij elkaar met vlak daarvoor nog Valtteri Bottas die nu over de streep gaat, kun je links op het minimapje zien. Oftewel, plek 13 had er eigenlijk in theorie in moeten zitten. Want ik had volgens de performance ook gewoon allebei de Alfa Tauri's nog moeten kunnen pakken. Maar toch is het ver van zo. Als ik rijd er 20 seconden achter bijna. Dus ja, dat betekent dat er nog veel te winnen is. Een beetje saaie Grand Prix. Ik heb eigenlijk de hele tijd in de middle of nowhere gereden. Ik weet niet of het nou uiteindelijk tactisch was om een reversed strategie te doen. Het heeft me eigenlijk niks opgeleverd. Behalve heel veel moeite in de beginfase. Omdat mijn banden echt zoveel slechter waren dan die van de mensen om me heen. Mochten mensen tips hebben voor de setups, zeker na de updates die zijn gekomen, naar de patches die zijn gekomen, laat het me dan even weten in de comments, want daar kan ik echt wel mee. Al met al was dit gewoon een hele degelijke race. Leclerc wint hem en ik finish gewoon op de positie waar ik moet finishen op het moment dat er geen gekke dingen gebeuren. En we hadden nu natuurlijk geen uitvallers, nou ja, alleen Alonso, nou die heb ik dan ook ingehaald.
Maar wel er verder geen safety cars, virtual safety cars of gekke dingen waardoor dat de race helemaal om kan slaan. En als dat niet gebeurt, dan zie je de hele top 6 was nog in stand. Russell en Ricciardo hebben positie geswitcht, dus in de hele top 8 is er maar één inhaalactie geweest. Nou, de nummer 9 Alonso is uitgevallen, dus daardoor is Bottas een positie opgeschoven. En verder is er niet heel veel gebeurd, behalve dat Schumacher dan wel van plek 17 naar plek 11 is gegaan. Dus die heeft het echt wel heel erg goed gedaan. Wij winnen 1 positie, mijn teamgenoot 2 posities. Vettel heeft het ook goed gedaan van 21 naar 16. En je ziet Joe is de grote teleursteller van 13 naar 20. En verder is Alonso de uitvaller. Dus ja, er is gewoon niet zoveel gebeurd deze race. Ja, dat is af en toe saai, maar dat kan af en toe wel gebeuren. Dit is de stand in het wereldkampioenschap zoals die nu staat na deze race. We blijven 8e bij de constructeurs en we verliezen een plekje naar plek 13 bij de coureurs. Uiteindelijk zijn we bijna level 10. Dat betekent een nieuwe sponsor. De sponsor van deze week, of de huidige sponsordeal, hebben we gehaald. Dat betekent nog wel $156.000 extra in het bankje voor volgende aflevering. En dan hoop ik in Canada op een iets leukere race. Want dat was een beetje saai deze. Ja, weinig gebeurd. Gefinished volgens onze positie waar we zouden moeten finishen. Ja, dat is het. 2,36 miljoen voor volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. En later mensen.